In het jaar 1912 werd in het stadje Lawrence een grote staking gehouden in de textielfabrieken. Tientallen immigrantengemeenschappen kwamen bij elkaar voor deze staking. En de staking werd ook nog eens grotendeels geleid door vrouwen. Dorothy Day was in het jaar nog maar 15 jaar oud, dus de kans is vrij klein dat ze hierbij was. Maar later in haar leven zou ze een enthousiast aanhanger worden van stakingen. De stakers wilden graag onder het samenscholingsverbod uitkomen en daarom besloten ze een bewegende stakingspost te vormen. En dit werd dan ook de eerste bewegende stakingspost van de VS. De vrouwen bij deze staking hielden spandoeken in de lucht met daarop de tekst "We want bread, but we want roses too." En aan deze tekst hebben we het volgende lied te danken, het lied waar we nu naar gaan luisteren. As we come marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill lofts gray, are touched with all the regions that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. As we come marching, marching, we battle to for men, for they are women's children. Marching, marching, unnumbered women dead, oh, crying through our singing, their ancient cry for bread. Small art and love and beauty, their drudging spirits new. Yes, it is bread fight for, but we fight for roses too. As we come marching, marching.